Paarden komen de renbaan op voor de hoefslag Wisselbeker onder nummer 1 Kaizarion Milou Corving in donkerblauw met gouden epauletten. Kaizarion, sinds kort in training bij de nieuwste volbloedtrainer in Nederland, Jan van Dooyeweert. Volgende die de baan opkomt, Pearl Street en J.D. Pietrasiewicz in donkerblauw met groen diagonale strepen en een donkerblauwe pet. Daarachter zien we nummer 3 Kabakker, groen-wit gecirkeld, gevierendeelde pet. En de nummer 6 Ben Houdi, Angeline Baptiste, in wit met een blauw juk en een gevierendeelde pet. In groen en blauw met Andreas Kruis, nummer 4 Cas Harbour, Marloes Mouthaan. En geel en groen met de Nooievaar, Point Pleasant, Peter Jansen. Nu zonder ze min 1. Wit met de blauwe baan en de rode mouwen is Calatrava, zijn duindicht debuutmakend onder Jonathan de la Tombe. Daarachter volgt dan Sharp, Caroline de Bruin in wit met een blauw juk en een witte pet, de tweede set kleuren van Stal Batist. Little Iris en Dick Gozens in wit en blauw diagonaal gestreept, witte mouwen en een witte pet. En tot slot nummer 11 Suriano met Wanda Watlo in blauw, lichtblauw wel te verstaan met gele ballen op de rug, gele ballen op de lichtblauwe pet. En dat zijn ze, dames en heren, in absentie van paard nummer 8, Gabriela Directa. 10 deelnemers aan de hoefslag Wisselbeker. En door hoefslag is een envelop met inhoud beschikbaar gesteld. Die inhoud is vrij te besteden aan een reis naar het buitenland. Racing gerelateerd natuurlijk. En daar zullen de daar zal de winnaar of winnares gebruik van maken. En met graagte. Wij danken de hoefslag voor hun sponsoring. Start vrij. Laatste komen voorwaarts. Pearl Street. Oh, Cas Harbour moet er nog in en Calatrava. Heen te gaan. Calatrava de laatste. Standby. En de start is gevallen voor de hoefslag Wisselbeker 2011. Calatrava die zwengte wat uit naar rechts, maar is goed met het veld mee vertrokken. En het is aan de binnenkant Shodun die de leiding heeft genomen. Mariska Bakker, Shodun heeft een lengte voorsprong. Suriano op de tweede plaats, daarachter Sharp aan de buitenzijde Cas Harbour. Op een kleine lengte volgt aan de wijde buitenzijde nu ingeparkeerd wordend Point Pleasant. En de paarden gaan de laatste ronde in. Verder weg volgt Little Iris. En aan de start van het veld hebben we Kaizarion, Calatrava, Ben Houdi en de hekkensluiter Pearl Street. Paarden gaan de bocht in op weg naar de overkant van de baan. Halverwege de Klingendaalbocht is de leiding in handen van aan de buitenkant Sharp. Maar aan de binnenzijde gaat Shodun mee. Shodun en Sharp naast elkaar als de paarden afkomen op de overzijde van de baan. Nog 1300 meter af te leggen in de hoefslag Wisselbeker. Drie lengte erachter Suriano in derde positie. De vierde plaats is voor Point Pleasant. In vijfde stelling volgt Cas Harbour. En twee lengte daarachter is het Kaizarion onder het topgewicht. En achter Kaizarion volgt Little Iris, geflankeerd door Calatrava. Daarachter is het Ben Houdi en de rij wordt nog altijd gesloten door Pearl Street. Paarden zijn einde overzijde, naderen de laatste bocht. Shodun wijst het veld nog altijd de weg. Shodun met een lengte en een staartvoorsprong op de tweede plaats Sharp. In derde positie nog altijd Point Pleasant. De vierde plaats voor Cas Harbour. Vijf Calatrava, zes Kaizarion, zeven is Cas Harbour. Achtste stelling Little Iris in negende positie daarachter Pearl Street. En Ben Houdi is nog altijd tiende en laatste. Paarden zijn op weg in de laatste bocht en halverwege die laatste bocht leidt Shodun nog altijd. Met een comfortabele voorsprong schat het maar zes lengte op de tweede plaats daarachter. Is het Calatrava die opkomt. Ook Kaizarion boekt progressie. Maar die heeft dan nog Sharp voor zich. En de paarden komen de laatste rechte lijn in. 600 meter nog af te leggen in de hoefslag Wisselbeker. En de eindstrijd kan losbarsten. Shodun. Shodun leidt nog altijd. 2-3 lengte voorsprong. Shodun. Maar daar komt aan de buitenzijde nu naar voren. Kaizarion. Helemaal aan de buitenzijde. Cas Harbour. En het is op dit moment Kaizarion die leidt. Kaizarion
loopt weg. 76 kilo en zo weglopen. Als je dat kan, ben je echt een hele goede. Keizarion, 3, 4, 5, 6 lengte voorsprong genomen. Op de tweede plaats daarachter volgt Little Irish helemaal aan de buitenzijde. Komt Pearl Street. Ja, we zijn in weg in de laatste 200 meter. De concurrentie komt toch dichterbij op deze zware baan. Hier is waar het topgewicht begint te tellen. Maar niet meer de plaatstootjes, want ze wint het gewoon. Milou Corving met Keizarion. Little Irish op de tweede plaats. Daarachter volgt Ben Howdy. Verder weg Cuffs Harbor met Pearl Street, Calatrava, Showdoen. En daarachter de rest. Voorlopig uitslag 1-10-6. 1-10-6 voorlopig. Dames en heren, de uitslag van de zesde koers, de hoefslagwisselbeker, is officieel. Keizarion en Milou Corving, de winnende combinatie. Egbert. Jawel. Uitslag officieel, althans wat betreft de winnende combinatie. Winnaar is geworden paard nummer 1 Keizarion met Milou Corving. En die wordt gehuldigd hier in de afzadelplaats. Middels mevrouw Vleesdrager die klaar staat met de broemen. En uiteraard Douwe Frerik is ook eens een keer actief bij de Volbloeds. Die gaat de wisselbeker overhandigen aan de rechtmatige eigenaresse. Kom er maar bij, voorzichtig. Foto wordt gemaakt. Felicitaties voor eigenaar Roos van mevrouw Vleesdrager. Douwe moet er ook op, 88 plus 2 kilo. Milou. Milou, mag ik je even lenen van de dierwaren. Vandaag een opdracht, wederom met het topgewicht. En dan denk je vooraf, zou het weer lukken op die zeer zware baan? Ja, ik had er wel een klein beetje een hard hoofd in. Ik denk nou 75 kilo. En inderdaad, ik heb het vannacht horen regenen. Ik denk, halleluja, dat wordt wel zwaar voor het beestje. Dus Henk Roos die zei, nou rij maar, wring hem maar niet uit. Geef hem gewoon een goede koers en zorg dat je heel uit thuis komt. Want het was mega zwaar. En ja, ik kan lekker volgen weer. Een beetje midden in het peloton, een beetje vierde, vijfde paard. En ik merk aan de overkant, in de laatste bocht, ik denk, daar gaat hij weer. En hij flikt het weer. Ja, dat deed hij vorige keer exact op dezelfde manier. Ingestuurd door jou natuurlijk, met de handen die dan dat paard ondersteunen. En dan komt die laatste rechte lijn, dan wordt het toch nog wel even spannend. En dan langs de kant, als ik zo met de supporters van jullie en ook vriend en vijand, laten we ze allemaal maar noemen, dan vergeten we niemand. Zo staat te praten, dan denk ik, nou misschien is er eens een keer een mogelijkheid om met dit paard in het buitenland te gaan koersen. En toen hoorde ik van Henk dat hij zei, Egbert, wij blijven liever hier in Nederland, daar hebben we aardigheid aan. En als de tijd daar is, dan is het nog vroeg genoeg. Wat vind jij daarvan? Ja, klopt wel. We hebben hem één keer in Duitsland in Krefeld ingeschreven. En waren wat vervoersproblemen teruggetrokken. En uiteindelijk kon hij die week daarna lopen. En liep hij met Toon van de Troost een hele goede koers voor de eerste keer weer na anderhalf jaar. En ik vind het hier leuker. En Henk heeft er ook meer plezier aan hier. En om 3 uur met zo'n paard te gaan reizen, dat komt nog wel. Oké, we hebben nu 2 keer kennis gemaakt met elkaar. Het is mij goed bevallen. Ik hoop dat het wederzijds is. Henk, mag ik zeggen, contract tussen ons is in ieder geval verlengd. Dan staan we binnenkort misschien weer hier. Oké, voor beiden een prettige zondag verder. Dankjewel, hetzelfde. Oké, tot je dienst. Dames en heren, de uitslag is in totaliteit officieel. De koers werd gewonnen door paard nummer 1, Keizarion. Tweede geplaatst, nummer 10, Little Irish. Derde de 6, Ben Howdy. En vierde de 4 Cos Harbor, 1-10-6-4. De ren werd gemakkelijk gewonnen in de tijd van 2 minuten 21, 3 tiende seconden.